Ik ga vandaag pepermunt klaarmaken. Pepermunt uit mijn keuken vandaan. Het leuke is van het maken van pepermunt dat je er niet altijd bij stilstaat wat er nou eigenlijk in zo'n snoepje zit. Pepermunt heeft als basis natuurlijk suiker. Maar het recept van het maken van pepermunt bestaat uit fijne suiker. Hier heb ik 1750 gram suiker. En ik heb nog meer suiker. Ik heb poedersuiker. En dit is 600 gram poedersuiker. Daarnaast heb ik nodig water en pepermunt extract. Om te beginnen heb ik hier een pan genomen. De suiker die gaat er in één keer in. Dus zoals ik al zei, 1750 gram suiker en water. Suiker en water gaan we koken, middelmatig hoog vuur. En dat kookproces dat duurt wel eventjes. En voordat die suiker aan de kook komt, moet je af en toe even omroeren met een spatel. Op een gegeven moment zul je zien dat het water en de suiker aan de kook komt. Op dit moment. En nu is het wachten geblazen, een kwestie van wachten, wachten, wachten en nog eens wachten en door blijven koken op een klein vuurtje totdat de temperatuur van het suiker en het water opgeklommen is naar 123 graden. Wat er nu gebeurt is dat water kookt op ongeveer 100 graden. Tijdens dat kookproces wat nu gaande is verdampt er water, zal de temperatuur gaan stijgen naarmate er minder water in het suiker zit. En dan zal de temperatuur gaan stijgen naar 105, 110, 120. En vlak voordat het gaat verbranden, of vlak voordat het karamel wordt, dat is 123 graden, dat is het juiste punt wat we nodig hebben om de pepermunt af te maken. Dus temperaturen is in dit geval belangrijk. Daarvoor heb ik hier een naald en die stop ik hier gewoon in de pan. Klein vuurtje eronder, koken, laten, tot 123 graden. Af en toe even over de bodem heen en voor de rest hoef je er niet aan te komen. Thermometrie kan eruit. Beetje roeren. En heb ik hier poedersuiker. En die poedersuiker die gaan we er in één keer bij doen. Kijk. Blijven roeren, net zo lang roeren totdat de poedersuiker is opgelost aan een hete suikermassa. Wat we ook nog nodig hebben is extract, muntextract. En daar moet je voor oppassen dat je niet te veel erbij doet. In mijn recept gaan zo'n 13 druppeltjes. 13 druppels pepermuntextract. Als de poedersuiker is opgelost en het muntextract is toegevoegd, gaan we de hete massa, die gaan we storten op een stuk bakpapier. En dat bakpapier heb ik van tevoren hier neergelegd. En daar storten we in één keer de hete massa overuit. Kijk, daar komt hij. Deze enorme pepermunt laten we nu afkoelen. En daarna ga ik dan met een scherp mes maken we er kleine stukjes pepermunt van. Mooie ambachtelijke pepermunt uit mijn keuken. De pepermunt heb ik helemaal laten afkoelen. Hij is hard geworden, dat komt door de suiker. En met een scherp voorwerp, met een klein hamertje of iets anders uit die keuken, kunt u de pepermunt in kleine stukjes breken. Kijk. Alles in kleinere stukjes, grote stukjes, kleine stukjes pepermunt en dan overdoen in de pepermuntpot. Stiekem een stukje proeven. Heerlijk. Pepermunt, zelf gemaakt. Tot volgende week.